Hier zie je echt het verhaal zoals het 50, 60 jaar geleden op de tekentafel bedacht is. We starten een stuk bos met populieren erin. Die populieren die geven een mooi snel volwassen bosbeeld. Vervolgens kappen we de populieren, zetten we er andere bomen in. En dat zie je dan hier gebeuren. Er is een stuk populierenbos is hier weggehaald. Er zijn andere boomsoorten zijn eraan geplant, maar ook een hoop struiken staan ertussen. Ik zie je beuk staan, ik zie je hazelaar staan, ik zie je kers staan. Cornouille staat hierin. Ja, en dat zijn allemaal bomen en struiken die straks de nieuwe generatie bos gaan vormen hier. Terwijl die oude populieren die er nog over zijn gebleven, die takelen heel langzaam af. Maar die geven weer voeding aan een hele hoop insecten en vogels die daarvan profiteren. Echt het verhaal zoals dat 50, 60 jaar geleden op de tekentafel ontstaan is, zie je hier in de praktijk toegepast. Een prachtig mooi voorbeeld van hoe het moet.